Kampioen, u bent terug bij ons Motocross Magazine. Hij is 24, met 4 wereldtitels in de broekzak is hij natuurlijk de held. Voor de laatste wedstrijd in het jaar 97 spraken we eventjes met Stefan. Ik heb altijd echt mijn vader opgekeken, Harry Evers, die natuurlijk een groot aantal titels won, maar ik sta gelijk met hem nu. Is je vader nu jaloers op jou? Dan moet je hem zelf maar vragen. Ik denk dat hij te trots is om jaloers te zijn. Hij is mijn zoon en ik wil dat hij nog beter wordt dan mijzelf, zegt Harry Evers. Ze leven voor motocross, maar het is niet alleen waar de klok om draait, zegt Stefan. Ik hou van muziek, zegt hij, en ik ben drummer. En ik hou ervan om naar lekkere muziek te luisteren, daardoor kan ik goed relaxen. En het spelen op een drumstel, daar wordt hij dus rustig van. Doet u nagaan hoe wild hij dan tekeer gaat op de motorfiets direct weer. Hij staat zich daar te concentreren achter het klaphek. Ger Enens is nog steeds bij ons in de studio. Hij is een enduro-rijder, een Dakar-man. En die kijkt met verbazing naar het snelle werk hier. Als je dit soort dingen gaat doen die de heren de komende minuten weer laten zien op Eurosport, dan is het gauw gebeurd in een monsterrit, hè? Meestal wel, omdat de ritten veel langer zijn en je heel zuinig moet omspringen met je energie. Dus dit soort snelle fratsen kunnen wij ons in de rally's niet voorloven. Hier is een fantastische start. En nou is het natuurlijk voor Pit Beyer de tijd om de fans echt wat te laten zien. Was net tweede om die boom heen. Je vraagt je af waarom toch altijd die problemen bij die start, hè? Het hele veld wat daar door die nauwe slurf moet. Het is allemaal dringend naar de eerste plaats natuurlijk. En als je de eerste plaats helemaal vast hebt, dan als alles goed gaat, dan geef je hem dus niet meer zo vlug af. Start is het belangrijkste van de hele motocross. En dat is bij een rally natuurlijk heel anders. Bij een rally speelt meer de enduro, de tijd, de lengte die je doet. Toch zien we dat bijvoorbeeld bij de Dakar, een man als Peter Ancel meteen wegrijdt, hè? Ja, maar Hansel heeft het grote voordeel dat hij, zodra hij s'avonds weer in het bivak binnenkomt, na een aantal honderden kilometers te hebben gereden, dat hij meteen wordt opgevangen door zijn massagejuf en dat hij meteen weer door het hele technische team wordt ondersteund, zijn bivakje staat klaar enzovoort enzovoort, terwijl de individuele rijders toch alles zelf moeten doen. Waarom zorg jij niet voor een massagejuf dan? Ik had een massagejuf bij me in Australië, maar dat heeft jammer genoeg maar 3 dagen geduurd, dus geen massagejuf. Voor de rest van de race. Massagejuf heeft Stefan Evers nog misschien nodig, want Pit Beyer ging hem heel rap voorbij hier. En daar kijken we naar de achtervolgers ook. Met Beyer en Evers voorin. Kijk, we zien het verschil zoals een rally bijvoorbeeld. Je voelt nooit iemand een voetje uitsteken. Het is altijd alles wat uitsteekt breekt af, want je weet nooit wat je tegenkomt. Maar deze mannen kennen de baan natuurlijk op een duimpje, hebben dat hele mooi getraind. Ja, Werner de Wit is derde nu. Met daarachter dan Joachim Carlsen, de nummer 9, Altonen en Manik Bervoets is zesde. Dit is Altonen, daar hebben we Manik. Frederik Bollet erbij. Talon Volland die beloofde dat hij zou gaan winnen, nou die maakt het niet helemaal waar. Hij hangt achter Bollet daar. Bervoets, een vechter, terwijl Bollet het moeilijk heeft om Talon Volland achter zich te houden. Volgend jaar dus vallend in het Rinaldi-team met Pit Beyer. En je ziet dus hier ook hoe makkelijk en verhouding makkelijk de motoren te besturen zijn in verhouding tot een rallymotor die toch veel zwaarder is. En de meeste mensen denken dat een rallyparcours altijd maar rechtdoor, rechttoe gegaan is, maar dat is absoluut niet het geval. We hebben dus ook heel veel technische en speciale proeven in de rally zitten, zoals bijvoorbeeld een motocross-terrein. Dan zul je toch ook met die grote fiets uit de voeten moeten kunnen. Ja, jullie rijden met een groot gewicht, 185 kilo heb ik me wel eens laten vertellen. 185 tot 200 kilo de meeste fietsen. Ja, met 30 tot 40 liter brandstof, zowel voor als achter op de motor. En dan is de gewichtsverdeling natuurlijk heel belangrijk, zeker als je dit soort springheuvels hebt zoals hier. Jullie hebben verschillende tanks, hè, op de motorfiets? We hebben 2 tanks achter op de motorfiets en een gedeelde tank voor op de motorfiets. Dit om schades mocht je vallen dat je in elk geval nog kunt doorrijden. Om dat ook om de balans beter te houden? De balans, ja, er wordt nog altijd geëxperimenteerd. We weten dat KTM momenteel erg goed zit in een rally gebeuren omdat ze zich helemaal geconcentreerd hebben op dit. Voor de derde keer achtereen in de einduitslag.